Hallo, welkom in het AEG Experience Center. Mijn naam is Philippe Kluis en vandaag maak ik voor u klaar Venusschelpjes à la marinière met venkel. We hebben Venusschelpen voorgewassen zodanig dat ze zandvrij zijn. Dat is ook zeer belangrijk, want een beetje zand tussen je tanden, dat is echt niet lekker. Ik heb tomatenkoli gemaakt. Doe een mooie lepel erop. Wat witte wijn. En wat olijfolie. Dus we hebben hier een vacuumzak. En we gaan er nog wat venkel aan toevoegen. Wat rode ui. Maar in plaats van het klaar te maken in een gewone kookpot, gaan wij het klaarmaken in de stoomoven. Dus nu gaan we gaan vacuumeren. Belangrijk dat die heel mooi vlak ligt. Voilà. Nu dat alles mooi gevacumeerd en gesield is, gaan we de venusschelpjes haren in onze stoomoven. Die hebben we voorverwarmd op 100 graden full power stoom. Dat gaan we nu gaan haren eigenlijk gedurende 10 minuutjes. Met dat alles nu in de stoomoven zit, gaan we nu onze venkelsalade prepareren. Een klein beetje chardonnayazijn of witte wijnazijn, zoals je wenst. En dan heb ik wat lavazolie. De schelpjes die zijn perfect haar, die zijn mooi open gekomen. Voilà, we gaan nu ons bordje dresseren. We hebben hier wat lavascrème. En dat gaan we nu afwerken met wat krokante venkelsla. En een beetje crumble van sesam. Voilà, venusschelpjes met venkel à la marinière. Lekker zomers en fris. Smakelijk en tot de volgende keer.